Wat gebeurt er op de Dag van de Kamermuziek? De Dag van de Kamermuziek is de, zeg maar, de nationale ontmoetingsdag voor eenieder die bij de professionele kamermuziek betrokken is. Muzici, programmeurs, ensembles, fondsen, mediamensen, beleidsmakers. Echt maar iedereen die met muziek, muziekcultuur in Nederland te maken heeft, is hier aanwezig. En wat doen die dan? Bezoeken, netwerken, naar elkaar luisteren, ensembles bezoeken, workshops bezoeken. Er is heel veel te doen. Grote informatiemarkt zie je achter ons, waarop heel veel deelnemers staan. Ensembles, muzici, fondsen, noem maar op. En heel veel te doen dus. Het open podium, of zoals het eerst heette, nu presentatiepodium, zegt het al, is een open podium waarin ieder zich voor kan aanmelden, elk ensemble. De belangstelling is daar heel groot voor. We hebben dit jaar zo'n 230 aanmeldingen gehad. En daar is dan plek, ook al hebben we heel veel ruimte, maar toch voor ongeveer 23 ensembles om te spelen. We spelen heel kort. En de bedoeling daarvan is dus dat jonge ensembles, rijpe ensembles, gewoon hun plannen kunnen laten zien, kunnen laten horen hoe zij klinken aan de hele grote groep van kamermuziekprogrammeurs die hier vandaag aanwezig is. Wat is het belang van een muzikus voor zo'n dag? Nou, het is evident natuurlijk. Hè. Kijk, als je ergens moet zijn om je, zeg maar, product of jouw concerten te verkopen, dan is het deze dag. Er is geen dag waarin de dichtheid aan programmeurs en aan belanghebbenden zo groot is als op deze dag. Dus hier moet je zijn. Ten eerste spelen wij met heel veel passie voor muziek. En ik heb ook wel het idee dat als wij spelen dat dat ook overkomt naar het publiek. Dus je voelt echt samen een soort spanning. En ja, dat maakt ons wel bijzonder. En verder, ja, we hebben ook een goede band. En we zien er prachtig uit natuurlijk. Het werkt ook mee. Ten eerste wouden wij onszelf presenteren. Het is sowieso goed om jezelf elke keer weer te laten horen. En te laten zien wat je kunt. En we hopen ook meer contacten op te doen van mensen die concerten organiseren. En zo meer concerten te krijgen. Ja, want is het moeilijk om aan concerten te komen?
Nou, het is niet, het is niet altijd, niet altijd makkelijk. Dan meer je speelt, dan waarschijnlijk meer krijg je contacten en mensen wil je horen. Dus we doen ons best om vaker te optreden. Net een deel van de Franck-sonate gespeeld, die eigenlijk voor viool en piano is geschreven. En er is een prachtig arrangement gemaakt voor cello. We hebben het vierde deel gespeeld. Dat is een canon. En daarna hebben we van Rimsky-Korsakov Flight of the Bumblebee gespeeld. Dat past het qua tonaliteit heel goed bij elkaar. Als je de programmeringen van het volgende seizoen zou zien, zie je dat er een hele hoop ensembles in voorkomen die mensen, de programmeurs, op deze dag gehoord hebben. En we hebben bijvoorbeeld ook een internationale uitwisseling. Dit jaar met Frankrijk. Twee Franse ensembles spelen hier. Twee Nederlandse ensembles hebben een tijdje terug in Frankrijk gespeeld, in Parijs. Vorig jaar met Vlaanderen. En van die Vlaamse ensembles zien we inderdaad opeens een aantal concerten op de Nederlandse podia. Dus die hebben de mensen echt hier leren kennen. Je werd net ook al gevraagd, maar je hebt het al super ver geschopt. Waarom dan toch nog het presentatiepodium? Nou, ik denk dat je als muzikus niet genoeg exposure kan krijgen. En dit is dan toch, omdat er heel veel programmeurs in de zaal zitten, is het extra interessant. Want ja, ze horen me wel af en toe hier en daar. Maar om echt een persoon voor hun te kunnen staan, geeft dan weer dat extra duwtje, hoop ik. Thank you.
Wat is nou precies het belang van de Dag van de Kamermuziek voor muzici? Nou, dit is een bijeenkomst van allerlei verschillende mensen in de klassieke muziek. Dus zowel de muzici zelf als programmeurs, mensen die heel creatieve projecten ondernemen met muziek. Je kan jezelf dus presenteren op het podium, maar daarnaast kan je ook gewoon flyers, informatie verzenden. En wat daarbij gewoon die extra waarde heeft, is dat je elkaar gewoon persoonlijk kan spreken op zo'n dag. Persoonlijk kan zien, leren kennen. En dat heeft toch veel meer waarde dan een cd'tje van iemand even afluisteren of alleen een brochure bekijken. Ik ben heel erg blij met de opkomst. Het is nog nooit zo druk geweest. Het is voor de 8e keer dat deze dag wordt georganiseerd. En we hebben deze dag ongeveer 800 deelnemers. En daarbij komen nog een groot aantal internationale gasten die deze dag meemaken in het kader van onze Dutch Chamber Music Meeting. Een driedaagse promotiemanifestatie voor Nederlandse ensembles. Ik ben heel blij dat deze dag er is, één keer per jaar. Want het is maar één keer per jaar. En wat dat betreft is het een vrij klein platform. Ik hoop er eigenlijk elk jaar gewoon bij te zijn. Omdat ja, je gezicht te laten zien is toch heel belangrijk in dit beroep. Breng jezelf zoiets bij, dat jezelf presenteren? Hoe pak je dat aan? Nou, je moet er zeker over nadenken. En ik denk dat dat al een stap 1 is. Want dat je niet denkt van ik ga alleen maar spelen. Je bent in die vorm ben je toch aan het entertainen. Je staat er niet voor jezelf op het podium. Je hebt een publiek en die wil je iets overbrengen. En hoe ga je dat doen? Dus ik ga zelf altijd toch even in mijn hoofd na wat mij te wachten staat. Wie ik wil bereiken en op welke manier. Waardoor ik misschien een beetje mezelf de regie ook doe. Want uiteindelijk, het is een one-man show. En dat moet alomvattend zijn.